Het blijft maar slecht gaan met de PvdA. Zijn het niet de waardeloze peilingen, dan is het alweer een onderzoekje door een lokale afdeling in het noorden van het land. En de hoofdschuldige, dat is altijd Diederik. Dus maken wij even een rondje langs de collega's om te vragen, steunen ze hem nog wel een beetje? Wat kijkt u bezorgd? Ik loop gewoon van de ene kant van het gebouw naar de andere kant. Ja, nu zie ik weer een lach, maar ik dacht even, u zit met uw hoofd bij de perikelen van de PvdA, dat het zo slecht gaat. Ik weet niet eens meer waar ik met mijn hoofd zat, maar in ieder geval niet daar, nee. Sta jij nog volmondig achter Diederik? Natuurlijk, er staan wel eens hele fractie volmondig achter. Oh, dat gevoel kreeg ik nou niet. Nou, dat is wel zo. Toch wel? Dat gevoel heb ik ook wel. Diederik doet het hartstikke goed. Kom op. Algemene politieke beschouwingen. Hij heeft één keer heeft hij het goed gedaan. Voor de rest heeft hij twee verkiezingen om zeep geholpen. Beschouwingen deed hij het ook fantastisch. Dat is het lichtpuntje wat iedereen noemt. Dan denk je, ja, dat is van één lichtpuntje naar twee dramatisch verlopen verkiezingen. Maar jij bent ook wel in staat om alles echt een begrafenisstemming te maken. We hebben de lijn naar boven weer te pakken. En dat is, ja, serieus? En dat is hard werken. Dat is voor iedereen hard werken. Voor Diederik en voor ons. En ook voor alle ministers. Welke lijn dan? Maar daar gaan we met z'n allen voor. Waar is die lijn dan? Die loopt omhoog vanaf nu. Maar ik heb gehoord, u pikt Saar in van Diederik. Ja, klopt. Maar het gaat al niet zo best met Diederik en ook niet met de PvdA. En dan pakt u eigenlijk nog zijn laatste pleziertje in. Saar van Buren is een ontzettend goede woordvoerder. Ja, ik snap ook wel dat u er aan uw zijde wil hebben in Brussel. Ik heb dat heel goed gedaan voor de Partij van de Arbeidsfractie en gaat dat nu voor mij doen in Brussel. Timmermans neemt gewoon Saar mee. People come, people go is toch... Ja, maar Saar, dat was toch wel eentje die Diederik wat vrolijker maakte. Hè? Daar kon hij nog eens een hotel mee opzoeken. Weet ik niet, maar weet je, mensen gaan weer en vinden nieuwe functie, dat is alleen maar leuk. U pikt er gewoon in. Dus die dingen gebeuren. Mensen blijven niet eeuwig op eenzelfde post zitten. U heeft vast ook iets gedaan voordat u bij Poont ging werken. Heb je niet af en toe een beetje medelijden met hem? Geef je hem wel eens een knuffel van, joh, laat ze maar praten. Nou, nee, dat doe ik niet. Dat heeft hij denk ik wel nodig. Ik geef hem wel hij heeft mijn volledige steun. Maar geef je hem wel af en toe even een schouderklopje van, jongen, trek je er niet te veel van aan. Het is maar Poont, het is maar de Telegraaf. Dat doe ik alleen bij mensen die dat echt nodig hebben. Dankjewel.